Hey, goeiedag, ik ben dankbaar dat ik een nieuwe video op mag nemen. En vandaag wil ik jullie meenemen in een verhaal wat staat in het boek Volbeden. Het boek van Volbeden heb ik ook een keer een video opgenomen begin vorig jaar over een aantal dingen die in het boek stonden. Wat mij enorm heeft geraakt. Dit boek heeft een christelijke broer op mijn hart gelegd of mij als suggestie gegeven. God heeft op mijn hart gelegd mezelf in te zetten voor Volbeders meer dan een jaar geleden. En door dit boek, zeg maar, Hemel en Aarde Bewegen van Dutch Sheets, heeft mijn ogen daarin gewoon enorm geopend. En het verlangen naar Volbeden om elke dag in gebed te gaan voor diverse mensen die God op mijn hart legt. He, want je bent heel snel geneigd om te denken, oh, dan ga ik ook wel voor die bidden en dan ga ik ook wel voor die bidden. En voor te weten ben je over het halve wereld aan het bidden. En dat is niet erg, maar daar heb je gewoon de tijd niet voor. En hoe bijzonder is het dat God speciaal mensen op je hart legt om voor die persoon te bidden. En dat je daar dan jezelf voor inzet, tenminste ik mezelf voor inzet om in Volbeden elke dag voor deze persoon te bidden. En te horen hoe het met deze persoon gaat, als er doorbraken of veranderingen zijn, of er is gebed nodig op ander gebied, dat ik daarin ook kan schakelen en met die persoon kan overleggen. Niet iedere persoon weet dat ik op mijn hart krijg om voor die persoon te bidden, maar diverse personen weten dat wel. En kan ik ook met die persoon ook delen. Een stuk wat ik mee wil nemen in het boek wat ik omcirkeld heb, in het groen. Vaak, heel vaak zijn boeken die ik lees, word ik deels kleurboeken, omdat ik, als ik heel veel erkenningen heb. En dit verhaal, dat is vanuit het boek gehaald, zegt hij zelf, vanuit What It Will Take to Change the World, wat er nodig is om de wereld te veranderen, door S.D. Gordon. En wat hij dus deelt, is dit verhaal. En nu komt mijn parafraas van dit verhaal, over een echtpaar dat in de gaten kreeg dat een 14-jarige jongen tegen hen gelogen had. De jonge man, die we Steven zullen noemen, had 3 dagen achter elkaar gespijbeld. Dit kwam uit toen zijn leraar zijn ouders belde om te vragen hoe het met hem ging. De ouders waren bozer over de leugens van Steven dan om het feit dat hij niet op school zat. Nadat er met hem gebeden was vanwege zijn daden, besloten zij tot een ongewone en strenge straf. Hun gesprek met hem ging ongeveer als volgt. Steven, weet je hoe belangrijk het is dat we elkaar kunnen vertrouwen? Vraagteken. Ja, zei Steven. Zijn moeder vraagt, hoe kunnen we elkaar vertrouwen als we niet altijd de waarheid zeggen? Vraagteken. Daarom is liegen iets vreselijks. Het is niet alleen zonde, maar het vernietigt ook ons vermogen om elkaar te vertrouwen. Begrijp je dat? Jazeker, zegt Steven. Je moeder en ik willen je duidelijk maken hoe ernstig dit is. Niet zozeer dat je spijbelde, maar dat je loog. Ik krijg daarom 3 dagen straf. Voor de zonde die je begaan hebt, moet je verstraft naar de zolder en daar 3 dagen blijven. Je moet zelf op zolder eten en slapen. Dus vertrok Steven naar zolder en maakte hij daar zijn bed op. Het was een lange avond voor Steven en misschien nog wel langer voor zijn pa en ma. Niemand had trek in eten. En toen zijn vader de krant wilde lezen, las hij de woorden als door een mist. Moeder probeerde te naaien, maar ze kon het oog van de naald niet vinden. Ten slotte werd het bedtijd. Om 12 uur 's avonds lag zijn vader in bed en dacht eraan hoe eenzaam en bang Steven moest zijn. Uiteindelijk zei hij tegen zijn vrouw, ben je wakker? Ja, ik moet alsmaar aan Steven denken. Ik kan ook niet slapen, zei pa. Een uur later vroeg hij het opnieuw, slaap je nu wel? Nee, antwoordde ma, ik moet steeds aan denken, steeds denken aan Steven die helemaal alleen op zolder ligt. Dat heb ik nu ook. Er ging weer een uur voorbij. Het was inmiddels 2 uur in de nacht geworden. Ik hou dit niet langer uit, mompelde pa. Hij ging uit zijn bed uit, pakte zijn kussens en deken. Ik ging op zolder liggen. Hij trof Steven aan zoals hij het had verwacht. Klaar wakker met tranen in zijn ogen. Steven, zei zijn vader, ik heb de straf voor jouw leugens niet weggedragen. Omdat je moet beseffen, Steven zei tegen zijn vader, ik kan de straf voor jouw ogen niet wegdragen. Omdat je moet beseffen hoe ernstig het is wat je gedaan hebt. Je moet beseffen dat zonde, en in het bijzonder liegen, ernstige consequenties heeft. Maar je moeder en ik kunnen gedachten dat je helemaal alleen op zolder zit niet verdragen. En daarom deel ik samen met jou deze straf. Slikken. Zijn vader ging naast hem liggen. En ze sloegen hun armen om elkaar heen. Tranen biggelden over hun wangen. Terwijl ze hetzelfde kussen en hetzelfde straf deelden.
3 nachten lang. Wat een geweldig beeld. 2000 jaar geleden stapte God uit zijn bed met zijn deken en zijn kussen. In werkelijkheid 3 spijkers en een kruis. Zijn betraande wang tegen onze wang aan. En zo droeg hij de straf voor onze zonde. Zijn zolderkamer was een graf. Zijn bed een uitgegraven stuk rots. En de wang tegen zijn wang, dat zijn mij en uw wangen. Wow. Elke keer als ik dit lees dan raakt het mij hoe liefdevol God is. En wat Jezus voor ons heeft gedaan. En het zonde aan het kruis van Golgotha, wat hij heeft gedaan voor onze zonde. Om onze zonde te vergeven van alle mensen die hem lief hebben. Die hem aannemen als redder. En ik ben zo blij dat ik een kind ben van de Allerhoogste. En hij gaat verder. U moet goed beseffen dat Christus niet alleen aan het kruis hing. We waren daar bij hem. Hij was daar om te delen in ons doodvonnis. We waren daar niet lichamelijk, maar wel geestelijk aanwezig. Zoals Romeinen 6 vers 4 tot 6 zegt. En natuurlijk, toen hij daar hing, droeg hij daar een aantal zaken. Onze zonden werden op hem gelegd. En hij droeg ze weg. Christus heeft echter het werk niet helemaal afgemaakt. Wacht even, voordat u mij bestookt met brieven en telefoontjes, zegt de schrijver. Kijk even met mij naar Colossenzen 1 vers 24, waar staat... Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwille leid. En vul ik mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukking van Christus. Wauw, dankjewel dat ik deze mooie, waardevolle boodschap met jou mag delen. Elke keer als ik deze tekst lees, word ik bewogen met beroering, ontroering. Schiet een traan in mijn ogen. En ik wil dat graag met je delen. Dankjewel dat ik dit mag delen. Bedankt voor het luisteren. En ik wens je Godsrijke zegen toe. En tot ziens.